Dag allemaal! In dit filmpje gaan we een beetje spelen met zinnetjes. We hebben dat in de klas ook al een keertje gedaan. Ik heb drie kaartjes waarop elke keer een woordje staan, of meerdere woordjes. En wij gaan proberen om daar een mooie zin van te maken. Goed? Oké, mijn eerste kaartje. Daar staat Ann en Tom. Dan heb ik een kaartje. Thuis. En een kaartje. Blijven. Ann en Tom. Thuis. Blijven. Welk zinnetje kan je daarmee puzzelen? Ja, goed. Ann en Tom. Blijven. Thuis. Net als jullie blijven Ann en Tom nu ook even thuis. Heel goed. Zeg, ik heb dezelfde kaartjes eigenlijk nog een keer. Want we kunnen daar nog een zinnetje mee maken. Nu beginnen we niet met Ann en Tom. We zullen een ander woordje nemen om mee te beginnen. Bijvoorbeeld, blijven. Kan je een nieuw zinnetje proberen maken? Ja, blijven. Ann en Tom. Thuis. Wat krijg je dan? Blijven Ann en Tom thuis. Wat voor zin is dat? Is dat een gewone zin? Een roepzin? Of een vraagzin? Ja, dat is een vraagzin, hè? Blijven Ann en Tom thuis. Je vraagt eigenlijk aan iemand of ze thuis blijven. Kijk, bij een vraagzin hoort een vraagteken. Dat zijn we nog vergeten, die eerste zin. Is natuurlijk een gewone zin, dus daar zal ik een punt bij leggen. Ann en Tom blijven thuis of blijven Ann en Tom thuis? Wel, ik heb de drie woordjes nog een keer. We zijn wel een keer begonnen met Ann en Tom bij de eerste zin. We zijn al een keertje begonnen bij blijven in de tweede zin. We zullen nu beginnen met thuis. Thuis. Kan je dan een mooi zinnetje vormen? Is het thuis blijven Ann en Tom of thuis Ann en Tom blijven? Ja, thuis blijven Ann en Tom. Eigenlijk vraag je waar blijven Ann en Tom? Thuis blijven ze. Dat is een gewoon zinnetje. Thuis blijven Ann en Tom. Oké, goed. Ik denk dat we klaar zijn en dat we ons kaartjes kunnen wegdoen. En dat we een volgende kunnen nemen. Oké, ik neem mijn volgende kaartjes erbij. Daar staat een spel. Spelen. We. Een spel. Spelen en we. Kan je daar een zinnetje van maken? We gaan beginnen met we. We. Is het we een spel spelen of we spelen een spel? Ja, we spelen een spel. Dat is een gewone zin. Dat is geen vraag. Het is geen roepzin. We spelen een spel. Met een punt. Oké, ik neem dezelfde kaartjes er nog eens bij. We zullen nu beginnen met een spel misschien. Is het juiste zinnetje? Een spel. We spelen. Of een spel spelen. Het is een spel spelen we. En dat is ook een gewone zin. Daar komt een punt achter. Oké, ik heb nog één keer de kaartjes. We zijn wel een keer begonnen met we. Met een spel. We zullen nu beginnen met spelen. Spelen. Is het spelen we een spel? Of is het spelen een spel we?
Het is natuurlijk spelen we een spel. Spelen we een spel? Nee, dat klinkt als een vraag. Voilà, een vraagteken voor een vraagzin. Oké, ik heb nog één zinnetje voor jullie. En dan gaan we het filmpje stoppen. De drie stukjes. Een puzzel maakt de juf. De juf. Wat is het juiste zinnetje? Maakt een puzzel. Dat een gewone zin of een vraagzin. De juf maakt een puzzel. Dat is een gewone zin. Er komt een punt achter. Oké, de volgende. We zullen deze keer beginnen met maakt. Is het maakt de juf een puzzel of is het maakt een puzzel de juf? Ja, maakt de juf een puzzel? Een puzzel die de juf moet maken zou een beetje raar zijn, hè? Maakt de juf een puzzel? Maakt de juf een puzzel? Dat klinkt als een vraag. Daar moet een vraagteken achter. Oké, een derde zinnetje. Ik heb hier weer de juf, een puzzel en maakt. We zullen deze keer beginnen met een puzzel, want dat hebben we nog niet gehad. Is het een puzzel de juf maakt of een puzzel maakt de juf? Het is een puzzel maakt de juf. Dat is opnieuw een gewone zin. Zeg, ik ga nog iets heel speciaals tonen. Ik ga er een woordje bij nemen van mijn vorige zin. Dit, het woordje thuis. Want het woordje thuis kan je hier ook in het zinnetje puzzelen. In het zinnetje van een juf maakt een puzzel. Het woordje thuis. Want waar maakt de juf een puzzel? De juf maakt thuis een puzzel. Waar maakt de juf een puzzel? Maakt de juf een puzzel? Maakt de juf thuis een puzzel? Een puzzel maakt de juf. Waar maakt de juf die puzzel? Een puzzel maakt de juf thuis. Gek, hè? Je kan dus woordjes toevoegen. Je kan ook zeggen, de juf maakt thuis een puzzel waar heel veel figuurtjes opstaan en ballonnetjes. Of maakt de juf thuis een puzzel over dieren of over mensen? Of een puzzel over Jan en over Tom maakt de juf thuis. Daar kan je allemaal nog woordjes tussen zetten. Dankjewel om naar het filmpje te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.